Ja, is klaar? Ja. En dan verandert het in i. Maar kijk wat ik kan, zonder handen. Als je maar niet valt. Oh. Het is voor grote mensen. Hij is zo zacht. En deze is zacht. Montijk. Ja, ja, ook zacht. Bij Mimi staat het niet zo. Bij jou? Ja, Jay, je bent zelf gevallen. Of gestoten. En een pet? Zwart? Nee, beige is wel mooi. Ik sta het wel, maar die andere was mooier. Goed zo, Mimi. Maar komt omdat je een vlecht in hebt, schat. Ik heb tegen je handen gewoon op. Dat is wel cool. Een rokje aan doen. Maar dat zit je arm. Nee. Zo vandaag. Ben je ook het ziek, hè? Als ik jou was, dan had ik het. En? Mhm. Wat is er mee? Dit zijn van die hot Cheetos. Ja, en dit zijn takis. Ja. 8 euro, is toch niet normaal? Die kan je Sinterklaas vragen, toch? Ja. Omdat hij... Vragen. Dat
Mim, kijk voor je. Dat ik alleen deze kreeg. Mijn snoepkonten. Laat eens zien. Maar haal eentje eruit, bedoel ik. Hij is echt funny. Funny. Hier. Ja, hij is echt schattig. Ja, leuk hoor. Slagroom allemaal. Nu even gaan zien. Ik heb ook een boek. Kan ik draaien? Nee, dat denk ik niet. Ga ik ook niet doen. Je weet het niet. Oké, we zijn thuis. Moe, maar voldaan. 10 euro. Wil je alles? De skill arena? Moe, maar voldaan zijn we helemaal. Hele tas met spullen. Alles in één Primark tas. Spelt helemaal uit. Ik ga even jullie laten zien wat ik allemaal gekocht heb, terwijl op de bank ligt. Jane is bezig met Robux op zijn... Ik heb het er niet op. ...spelletje te zetten. En Zomea is vast aan het kleien met haar klei die ze heeft. Dat jullie kunnen zien in de bus, toen we in de bus gingen. En Jane heeft die Robux kaart, heeft die 2 van gehaald. Ja, het werkt niet goed. Dat probeert hij er nu op te zetten. Dan hebben de kinderen snoep gehaald. Alien. Alien snoep, zegt Mimi. Omdat ik... Bij de plaatje. Ik had voor de kinderen van die kerstverfdingetjes gehaald. Dan. Oh, nog meer snoep. Dat heb ik ondertussen al gegeten, jongens. Dat snappen jullie. Oh ja, dan een heel leuk setje. Ik ga even anders neerzetten. Zo, even handiger. Jullie zien gelijk hoe laat het is. 2:30, jongens, alweer. Kijk, is wel bruin. Hij wordt bruin zometeen. Ze doet alle kleikleuren door elkaar. Het mag van mij, maar het alles wordt bruin, zei ik. Omdat Zoomé eindelijk roze draagt. Oh, dat was Daila in beeld. Hi Daila, tja. Heb je ons gemist? Heb je ons gemist toen we gingen winkelen? Ja, ja. Ik denk korter dan grijs, hoor. Grijs? Ja. Oké. Okay. Kiara, ja, ja, ja. Jullie hebben ons ook gemist. Ga maar, schatje. Deze roze joggingsbroek. Ik wou zeggen, als ik een prijs zie, zal ik het roepen. Oei, nee. Nee. Alleen maat 110, 116 heeft Zoomea nu. Ja, nu is hij bruin hoor. Hij wordt nu bruin? Ja. Dus dan... deze roze broek. En dan hoort daar deze bij. Deze roze vest. Dan heb je toch een leuk pakje. Ik vond het cool. Zit een capuchon bij. Leuk, voor de herfst. En dan doet ze bodywarmer erover aan. Top. Dan voor Jaden. Ik hoop dat hij hem past. Het is eigenlijk... Het is helemaal niet zijn maat, het is veel te klein. Maar ik denk omdat dit erbij zit, kan je het zo langer maken, hoop ik. Dat hij het wel past. En anders heeft Zoomea er 2. Een blauwe, wat is het? Overal. Het zeg maar van dat plastic. Dat kan je met water afspoelen als hij klaar is met buitenspelen of met in de tuin spelen. Die heb ik dan voor Jaden. En dan heb ik voor Zoomea dezelfde, maar dan in het oud roze. Het is dezelfde. Als ze dan vies worden, dan maakt het niet uit, want je spoelt ze gewoon af. Hoe cool. Als ze dan op de grond liggen, met de knieën over de grond gaan, heb je gewoon dit pak. Ik vond het ideaal. Voor mezelf. Oh, die pakken. Wacht eventjes. Die pakken zijn 10 euro bij de Zeeman. Maar het waren de laatste 2, ik had de laatste 2 gepakt. Deze is 10 euro, een trui voor mij. Cool trui. Dat is een tientje bij de Primark. Deze is ook van de Primark. 17 euro. Lekkere warme trui. We gaan naar de herfst toe, jongens. Lichte kleurtjes hou ik van. Deze zijn voor Jaden. Van die UX. Bij de Primark gewoon voor 8 euro. Ik haal ze elk jaar. Eerst in het begin haalde ik steeds echte voor hem. Maar hij gaat ermee om. Dat wil je niet weten. Dus ik haal steeds gewoon die neppen nu. Nog meer snoep. Nog meer snoep. Dan deze voor Jaden. Een lange mouwen shirt. Past echt bij die kleuren van mij. Ook van de Primark. Geen idee hoe duur, staat er niet op, jongens.
Lukt het niet, Jay? Nee, ik krijg letterlijk nul. Oh, ik kom je zo helpen, ja? Ja, nu krijg ik opeens 668, maar dat is nooit genoeg. Moet ik zo voor je kijken? Ja. Kijk, ik ga zo voor je kijken, schatje. Lukt niet met de Robux. Dan voor mezelf ook die neppe UX gekocht. Die waren... Eigenlijk wordt die 1000 op de zitten. Ook 8 euro. Ik dacht misschien dat de maat groter was dan andere. Prijs hem ook gewoon 8 euro. Drinkfles voor Zoumea. Wat heb je gedaan met je drinkfles van school? Bij. Opgebeten, ze is helemaal kapot. Dus deze mag ook weer roze, hè? Doe je hem zo open? Dan komt dat rietje. Mag ik vuur? Oh ja. Nu is wel alles bruin, hè? Ja. Ik zei het je. Dus Zoumea moest een nieuwe drinkfles. Dat was 3 euro. Toch niks, jongens. Voor de prie. Voor Jaden dit leuke stoere t-shirt. Achterkant. Deze was 11 euro, jongens. Is toch niet normaal? Dan nog deze. Ook een t-shirt. Achterkant. Wow, schrik me dood, jongens. Deze was ook 11 euro. En dan het laatste. Allerleukste. SpongeBob. Hé, hey, Kiara. Is een... Moet even zo, want het zit vast aan elkaar. Een broek. Dit is zo'n broek. Het is trouwens het is eigenlijk een pyjama. Hij is super zacht. Maar dit is de broek. Maar ik ga het natuurlijk gewoon buiten aandoen. Hè? Dat snappen jullie. Het is trouwens voor mij, niet voor de kinderen. En daarbij zit deze trui. Ik vond hem super leuk. Dus ik heb het gehaald voor mezelf. Ah. Oké, jongens. Dat was het. Dan ga ik Jaden helpen. Dan zie ik jullie morgen weer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden abonneren. Tot morgen.